misschien beter zijn als er meer mensen over zouden praten. Omdat je dan niet voelt alsof je de enige bent. Hallo, goedemorgen! Het is vandaag donderdag en Yola is met een slime aan het spelen. Heel vet hoor, zo'n slijmbal. Yola is zelf ook een slijmbal, dus het past wel bij haar. Ik ga even een shakey maken en daarna ga ik de hele dag editen. Want ik heb de maandag gisteravond geëdit. Dan moet ik de dinsdag en de woensdag nog editen. Dan moet ik nog een video van moederdag editen. En dan moet ik nog een andere video voor Lotte Lust editen. Dus ik moet vandaag vier video's editen. En allerlei dingen achter de computer doen. Lekker saai, hè? Maar goed, we gaan het er wel even over iets hebben. Zodat deze vlog misschien toch nog een beetje boeiend wordt. Zondag, met moederdag, moet je in bed blijven liggen. Ik? Yes! Dat wil ik. Eindelijk, één dag mag ik in bed blijven liggen. Wauw, dat is al een hele verrassing. Dat is al een hele verrassing. Je weet toch niet al wat voor cadeautje? Nee, maar ik weet al dat ik dan uiteindelijk weer heel vroeg wakker word. Ken je dat? Dan mag ik eindelijk een keer uitslapen en dan word ik weer vet vroeg wakker. Maar... je moet wel in bed blijven zitten, ook als je wakker bent. Ja, geen probleem. Salut! Bam! Zal het dan eindelijk mooi weer worden, jongens? Ik heb mijn zonnebril op en ik zie een zonnetje. Oh, wat fijn! Deze zonnebril heb ik trouwens van Sun Heroes gekregen voor moederdag. En ik vind hem super leuk. Ik ben altijd heel erg blij met zonnebrillen, omdat ten eerste ziet er veel beter uit zo in de felle zon. Anders ga je zo knijpen en dan... zie je opeens dat je toch alweer 32 bent. En ik heb altijd heel veel zonnebrillen nodig, omdat ik ze altijd heel snel kwijtraak. En ik moet er gewoon altijd eentje snel ergens kunnen pakken. Dus dan heb ik liever gewoon heel veel meer. En ik vind het gewoon heel erg leuk als je een beetje afwisseling hebt. Nou, daar zit ik dan. Zo ga ik de hele dag lekker werken. En echt serieus. Je zou misschien denken, weirdo. Maar ik vind dit echt het allerlekkerste en leukste wat er is. Gewoon de hele dag helemaal in mijn edit zitten, muziekjes erbij zoeken, gewoon lekker achter de computer, tralalala. En ja, ik word er gewoon helemaal vrolijk van. Heerlijk. Oh. Nou, feest, schatje. Dag liefje. Werk ze. Ja, werk ze. Waar ga je eigenlijk naartoe? Oh, oké. Okay. Dan kom je nu mee. Ja, de hele dag aan het editen, maar tussendoor doe ik dan altijd even pauze nemen natuurlijk. Want je moet niet de hele dag achter je computer blijven zitten, dan krijg je vierkant oog van. En dus zo'n beetje om de 2 uur dan ga ik even naar beneden. Kijk even of alles goed gaat met Dex. En ga ik even wat eten. En nu ga ik even lekker volkoren broodjes eten met een gebakken eitje. Daar heb ik echt zin in, want ik heb best wel veel trek. Dus ik heb wel behoefte aan iets machtigs. Nou moet ik vandaag natuurlijk ook nog een beetje boeiend vloggen. Dus ik dacht, hey Dex, laat ik gewoon eens een beetje wat vertellen over de dingen die gaande zijn. Want zoals jullie misschien wel weten, ben ik bezig met zwanger worden. En heb ik dat ook gedeeld met jullie. En in de video's van vorige week heb ik laten zien dat ik een ovulatietest deed. En dat ik ook dat ging vergelijken met de testen van de Primark enzovoort. Dit is dan eigenlijk de derde poging die we nu doen. Over het algemeen drink ik echt bijna geen koffie meer. Maar op het moment dat ik dan net heb gehoord dat ik niet zwanger ben, dan neem ik wel weer even een beetje koffie. En zo ook met drank. Als ik dan net weer ongesteld ben geworden, dan drink ik ook weer. Maar er zijn dus best wel wat mensen in mijn omgeving die zeggen, ja, Disna, je moet er niet zo mee bezig zijn. En eigenlijk vind ik dat best wel een beetje krom. Want ik vind dat ik er helemaal niet zo heel erg veel mee bezig ben. Alleen dat lijkt natuurlijk zo, omdat ik het deel. Ja, je wil gewoon ervoor zorgen dat je op die vruchtbare dagen, dat je dan even naar bed gaat met elkaar. Want anders ga je sowieso niet zwanger worden. En ja, ik ben gewoon te kapot om dat gewoon om de dag super lang achter elkaar te doen. En ik weet van mezelf, ik heb een super, super lange cyclus. Die kan echt wel tot 35 dagen zijn. Dus dan weet je nooit wanneer ongeveer die periode is. Dus dat zou betekenen dat je gewoon 2-3 weken achter elkaar om de dag aan de slag moet. Nou, nee joh.
Dus daardoor lijkt het gewoon alsof ik er meer mee bezig ben. En ja, tuurlijk, ik wil nou eenmaal niet drinken als ik zwanger ben. Dus in die periodes dat ik niet weet of ik zwanger ben en ik ook nog niet kan testen, want dat is ook langer wanneer je een lange cyclus hebt, doe ik dat gewoon niet. En ja, dan zeggen ze, ja, je moet het loslaten. En ik ben ook zwanger geworden toen ik dronken was. Ja, ik ook. Ik ben ook zwanger geworden van Yola. Toen wist ik het nog niet. Meteen de eerste keer. Ja, ik was dus één keer nog echt super dronken geweest. En dat heb ik later ook aan de verloskundige verteld. Maar ja, ik heb geen miskraam gekregen. Maar het kan wel degelijk dat je daar een miskraam van krijgt. En wie wil dat? En natuurlijk doet het wel iets met je. Wanneer je gewoon een beetje de gevoelens krijgt dat je zwanger bent. Of dat nou tussen je oren zit of dat het echt is. Op het moment dat je dan ongesteld wordt, is het altijd weer een teleurstelling. En ja, ik denk dat heel veel vrouwen dit hebben, maar gewoon heel weinig erover praten. Omdat je wil er niet over praten, want je wil pas vertellen als alles goed is en goed gaat. En dan pas ga je vertellen dat je zwanger bent. Maar ik niet. Ik moet wel zeggen, ik snap het heel goed. Vrouwen die dat niet willen, want natuurlijk, het is hartstikke vervelend. Als er wat gebeurt, moet je het vertellen. Ook continu gaan mensen aan je vragen, en lukt het al? En gaat het al? Oh, wat is er mis dan? Maar aan de andere kant zou het misschien beter zijn als er meer mensen over zouden praten. Omdat je dan niet voelt alsof je de enige bent. Weet je? En je hoort altijd zo van, ja, bij ons lukte het zo. En auw. Je hoort altijd, ja, oh, bij ons lukte het zo in één keer. Maar de verhalen van dat het een jaar duurde, of ja, die hoor je gewoon veel minder vaak. Of die hoor je pas achteraf van je vriendinnen. Dat je echt denkt van, was jij een jaar bezig? En je hebt er nooit wat over gezegd. Oké, ik kan dat gewoon niet. Ik wil het gewoon altijd zoveel dingen hebben. That's me. En verder valt het allemaal wel mee. Ja, even lekker eten. Geen telefoon. Alleen just me, myself en mijn ei. Trouwens een soort tik dat altijd wanneer ik ga eten, dan moet mijn haar vast. Ik kan niet eten met mijn haar los. Raar, hè? Ik zie niks, maar het is zo lekker in de tuin nu. Even wat vitamine D. Eindelijk is het lekker weer. Oh, finally, finally, finally. Ik lig hier natuurlijk maar 2 minuten, want ik moet er weer verder. Tekstje. Ik ben eigenlijk gewoon nu mijn hond aan het uitlaten. In de tuin. Ik ga nu Jol ophalen en dan gaan we even een visje eten. Vette vis, je weet het wel, is goed voor je. Alleen we eten het thuis bijna nooit, omdat Bart geen vis lust. Dus dat doen we dan zonder hem. En dan ga ik nu even eerder Yola ophalen, want die visboer die gaat al om 6 uur dicht. Dus dan moet ik voor 6 moet ik dat al doen. Is lekker? Ja. Ja. Eet smakelijk. Kijk hoe groot het is. Normaal eet Yola ook haring, maar nu wilde ze kibbeling. En altijd vispatat. Mhm. Nou, het was geen vispatat. Nee, op. Op was. Dus ik nam dit. Dat is ook lekker. En meestal, als vispatat er niet is, neem ik haring. Wow! Yeah! Trouwens, laatst had ik jullie al verteld over mijn haar-issue. Dat mijn uitgroei dus blonder is dan mijn eigen haar. Mijn eigen haarkleur, mijn blonde kleur. Dus veel blonder is dan dit geverfde. En dat irriteert mij mateloos en dagelijks. Dus morgen komt Kirsten mijn haar doen! Bart is even voor het eerst aan het snapchatten. Wow, mijn haar is wel vet zo. Ja. Had je die net? Jij had deze net, hè? Oh ja, dat was die met mooie lippen. Ja, ik ben weer eventjes. Ik heb even weer wat dingen laten doen. Eerst ging ik mijn lippen op laten vullen. En toen dacht ik facings. Mooi. Ja, dan zou je denken, nu ben je wel klaar, Lies. Maar nee, ik voel mijn neus toch een beetje, ja, aan de grote kant. En dus die is nu ook wat kleiner met een leuk wipje. Hé, verbaas je dat? Verbaas je dat? Verbaas je dat? Zo, ik ga lekker naar yoga en weet je wat zo leuk is aan deze dag? Dat ik dus op mijn slippers naar yoga kan lopen. Yay, daar hebben we lang op gewacht, hè, voetjes.
wil gewoon echt dit vanaf nu elke dag zo is. Het zou zo fijn zijn. Nee? Nou, heel fijn hoor. Ajax gaat naar de finale. Op het nippertje. Dat scheelt niet veel meer. Ik kijk niet vaak naar voetbal en nu weet ik weer waarom. Het is niet goed voor me zeker. En wat zei je, schat? Heel zelfverzekerd, heel trots. Wat is een grapje gelijk als antwoord? Wat is buitenspel? Wel met het snelste moment van. Gewoon dat hij buiten de lijn gaat. Dat vullen wel 6 uur uitgaat. Wat is dit? Dat vraag ik Peter. Iemand bij Gamma geeft je direct antwoord voor je vraag. Zal ik het uitleggen of niet? Nee, het maakt me helemaal geen donder uit. Ik vind het voetbal stom. Dat zeg ik, Gamma. Nou, ik weet niet of jullie ons kunnen horen door het harde geluid van die tv. Maar bedankt voor het kijken naar de vlog van deze dag. En tot morgen. En ik heb super veel zin in morgen. Want morgen gaat mijn haar weer blond worden. En mijn haar eindelijk een beetje uitgedund en geknipt. Yes. Dus. Ik ga kijken hoe het staat als ik de zijkanten lekker op laat schieten. Beetje moderne look.